Wij gaan eventjes kijken naar een video van Eddie Notes. En hij is een rapper en hij heeft echt een hele gruwelijke stem. Ik ga niet te veel spoilen. We gaan even checken naar een video van hem. De uitdaging voor mij is om beter te zijn dan wie ik was vorig jaar zelf de tijd. Of het nog goed of slecht met me gaat, ervaring zegt. Niemand gaat er minder om slapen, Eddie is schijn. Ze vinden veel, praat te veel, als ik ze zie dan zijn ze stil. Fucking kill, doe wat ik wil, NBC voor altijd chill. Elke fix is als een major deal, maar breng ze eigenlijk gewoon altijd what the fuck ik feel. Altijd dope shit, te veel dope for real. Alleen maar dope shit, te veel dope for real. Overal dope shit, te veel dope for real. Altijd dope shit, te veel dope for real. Te veel dope brengt bad bitches, bitches brengen haters, haters brengen drama. Kon je nang toe naar mama, ben de zoon van mijn vader. Zie geen reden je te sparen, iedereen moet ervaren. Balans komt in paren, kapot gaan kan hetgene zijn wat jou gaat maken. Die pijn kan hetgene zijn wat jou zo gaat maken. Die tijd die je alleen doorbrengt investeren en later kan alleen stijgen in waarde. Kijk hoe we deze klaren, bro. Altijd dope shit, te veel dope for real. Alleen maar dope shit, te veel dope for real. Overal dope shit, te veel dope for real. Altijd dope shit, te veel dope for real. Haters sparen want ze waken alleen voor die dope shit. Bitches willen hangen maar ik heb geen tijd voor domme shit. Leef notes bij jou, mijn tijd is als mijn money shit. Genoeg om te doen dus we blijven op die dope shit. Jij hoopt shit, ik koop niks, ik ben knap en dope geboren bitch. Eddie Notes de naam dus je weet al wat voor tijd het is. Jij hoopt shit, ik koop niks, ik ben knap en dope geboren bitch. Eddie Notes de naam dus je weet al wat voor tijd het is. Altijd dope shit, te veel dope for real. Alleen maar dope shit, te veel dope for real. Overal dope shit, te veel dope for real. Altijd dope shit, te veel dope for real. Dat was rauw, man. Dat was echt, zoals een Roffa zeggen, dat was echt lauwe shit, man. Ja, Armin, wat vond je hiervan, man? Ik vond het gruwelijk. Wat gruwelijk? Ja, de clip was mooi, vond ik. Niet standaard clip. Oké. Okay. Zelfmeet. Want waarom, zeg je dat eigenlijk? Dat het niet zo standaard clip is eigenlijk? Nou, normaal standaard clip is met gewoon met heel veel mensen in een mooi, of ja, bij rappers ook bij een verlaten stuk en het is een andere soort clip dan normaal en dat vind ik gewoon heel tof. Ja, precies. Lekker oldschool zo, snap je, met z'n twee recorden. Dames en heren, we gaan nu niet met twee mensen live, maar in totaal met vier mensen live. Dus ik ga even mijn oortje pakken. Yes, boys. Goedenavond. Yes, yes, yes. We zitten hier met de rapper Eddie Notes en zijn beatmaker. Ik ben jouw naam weer vergeten, Mr. Beatmaker. Je mag jezelf weer even interesseren, man. Lex. Lex, man. Cool. Yeah. Boys, ik luister al de laatste 20 jaar hip-hop. Hoe lang luisteren jullie al hip-hop? Ik denk ook wel de laatste 30 jaar zo, ja. Sowieso een lifetime, man. Sowieso, man. Jullie doen me echt denken aan die oldschool hip-hop uit de jaren 90 uit de Bronx, maar dan op zijn Nederlands, man. It's my favorite. Nice, man, bro. Nice. Wie is dan je favoriet rapper dan? Ja, zijn er genoeg, man. Ik wil niet discrimineren, snap je? Oké. Ik snap wat je wil, man. Ze kregen allemaal respect voor mij, dus. Oké, nou dan niet per se je favoriet rapper, maar wie is, mocht je al bij eventjes ook individueel even beantwoorden, wie is jouw rapper waar je inspiratie uit krijgt? Waar ik wat? Waar je inspiratie uit krijgt. Van Mos Def naar Jay-Z naar Nas, naar, maakt niet uit, die tijd was gewoon golden, snap je? Dus, goeie. En of wie dan ook, ik heb er wel veel van genoten in ieder geval, nu nog steeds in principe. En jouw invloeden, kom je invloed nog steeds uit die tijd, uit die rappers, of komen jouw invloeden nu ergens anders vandaan? De invloeden zijn, ja, mijn omgeving en ja, sowieso die tijd. En ja, hij heeft er ook heel veel invloed op, want ja, hij maakt mijn beats, hè. Nice, en wat heeft Lex eigenlijk aan jou veranderd eigenlijk? Bij Lex heb ik de vrijheid gekregen om gewoon precies te doen waar ik lekker zin in heb. En in principe doet hij dat ook met zijn beats, dus en dat is een goede link op, zeg maar. Oh, dat is heel goeie. En durf je ook elkaar, zeg maar, feedback te geven, goede en wat minder goede feedback aan elkaar te geven? Ja, zeker. Zo hebben we elkaar, denk ik, leren kennen ook, dus. Waar hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Daar zijn mensen altijd heel benieuwd eigenlijk naar.
Mijn eerste herinnering van Letters, zeg maar, way back had ik heel lang geleden, was met Deadly Vision nog volgens mij. Hadden we optreden op plein 44. Lid. En toen kwam hij met beats op een tape, zeg maar. Vroeg of ik wou luisteren en kritiek had. Of, ja. En toen heb ik hem gezegd dat het super dope klonk. Alleen dat hij nog tijd nodig had om te leren hoe hij af moet mixen. En, ja, we zijn sinds way back in ieder geval. We gaan al lang met elkaar sowieso. Lang. En hoe jong zijn jullie eigenlijk al bij? Want jullie stralen nog vol op jeugdigheid uit, man, boys. Hoe wat hè? Hoe jong zijn jullie nu? Ik ben oud genoeg, schatje. Oké, is goed, doei. Maar nou, wat me heel erg opvalt is jouw stem. Op de manier hoe jij spreekt gewoon. Je hebt zo echt zo'n rauwe stem als het ware. Onderscheid je jezelf ook hiermee ten opzichte van andere rappers? Ik heb geen idee. Ik doe gewoon waar ik wat goed voelt in principe. En ja, als ik hem anders zou gebruiken, dan gebruik ik hem anders, weet je. Maar dit is wat ik doe, dus. Dat is wat je doet. En wat me ook heel veel opvalt, waarschijnlijk ook mensen thuis, is dat wanneer ik zie heel veel professionele clips en zo, maar die zijn te veel op het succes geaimd. En jullie zitten gewoon lekker in het proces. Jullie zijn gewoon lekker video aan maken, lekker aan het rappen. Beschrijf eventjes, hoe maken jullie zelf eigenlijk muziek? Hoe zit een setting bij jullie eigenlijk eruit? Ja, eigenlijk een beetje precies zoals het filmpje is. En ja, wij samen staan eigenlijk voor NBC. Dat betekent Natural Born Chillers, Natural Born Chillende. En zo gaan we de dag door in principe. Dus als het goed voelt, dan doen we dat gewoon. Dan is het lekker gek. Ja. We zien elkaar sowieso gewoon. überhaupt naast de muziek zien we elkaar sowieso. En we chillen gewoon en we komen samen. En vaak komt er gewoon toffe muziek uit. En dat is zeg maar een beetje de insteek van, is de vibe goed, dan komt Tristof uit. Is het niet goed, dan is het ook prima, weet je wel. Dan gaan we gewoon vanuit daar verder en komt altijd wel iets tofs uit eigenlijk. Dus jullie kunnen gewoon lekker aanpassen in het moment als het ware. Ja man. Ja, gelukkig wel. Oh, nice man. Kijk, we leven ook in een hele dope tijd met internet. Je ziet natuurlijk heel veel rappers deze dagen opkomen, heel veel beatmakers. Hebben jullie een tip aan de rappers en aan de beatmakers die net zijn begonnen en later hier een leven uit willen creëren? Doe gewoon wat goed voelt en nooit, maar dan ook nooit stoppen of opgeven. Iedereen gaat door rare dingen heen, maar uiteindelijk zou je toch nooit moeten stoppen om, als je er wil komen, snap je? Oké, goeie man. Waar kan iedereen jullie je vinden? Op Spotify. Ja? Binnenkort komen er nog een paar tapes uit. Goeie. Ja, maar zoek gewoon Eddie Notes op Instagram, op Spotify. En we hebben nu net een eerste projectje uitgebracht, wat een soort van kennismaking is van oké, check dit, weet je wel. En in principe het tweede ligt al zo goed als klaar, dus die komt er hopelijk snel aan. Oeh. En in principe hebben we al een derde en een vierde zijn mee bezig. Dus er ligt genoeg klaar, zeg maar. Alright, cool. Nou, wij zijn in ieder geval heel benieuwd wat jullie hiervan gaan maken. En in ieder geval veel succes hiermee. Ik ga het zeker luisteren. En dan ga ik ook zeker even een comment achterlaten bij jullie, man. Want jullie zijn echt lauwboys. Hey, oh, thanks man. Ik heb ook genoten van je dansje trouwens. Oh, thanks man. Ik hoorde jullie al lachen op de achtergrond, man. Is goed, man. Hey, boys. Signing out, hè. Ciao. Rust. Nou, dat was eigenlijk best wel vet eigenlijk. Ik werd echt helemaal hyped hierdoor. Ik word hyped door twee dingen, door koffie en door zulke muziek als dit. Luister je zelf ook naar rapmuziek? Ja, ik luister zelf wel naar rap. Niet dit soort rap. Ik luister meestal een beetje snelle Eminem, Je Silvio, Seven Alias. Mm-hmm. Maar niet dit soort rap, maar ik luister wel rap. Oh, je luistert wel rap. Oké, en hoe komt het dat jij zeg maar naar die rappers luistert en niet naar dit soort rappers? Het is puur dat ik het meer tegenkom op Spotify. Oké, ja, is ook logisch. Ik bedoel, vroeger luisterde ik ook heel vaak naar meer de jaren 90 rap en zo. En jij bent natuurlijk met muziek opgegroeid die je net opnoemt, met Seven Alias, met Joe Silvio. Eminem is natuurlijk altijd de gouden ouwe als het ware. Dames en heren, we zijn heel benieuwd wat jullie favoriete rappers zijn of muzikanten. Laat even weten in de comments.